Ik kwam een geval van overlijden aangeven. Dat kan. Bent u arts? Nou, niet officieel, maar dat komt eigenlijk wel op hetzelfde neer. Wat is uw naam? Ik heb Dr. Flimmer gelezen. Nee, uw naam. Kotsemmer. Kotsemmer. Kots en dan erachter. Ja. Emmer. Kotsemmer, GD. En ik heb ook alle boeken van Dr. Vogel in huis. Adres? Hyacintweg 28. Ja. En om wie gaat het? Het gaat om de Hyacintweg 9. Om mejuffrouw De Bruin is dat. En die is overleden? Ja. Die heb ik toen overlijden, ja. Maar u wilt toch niet beweren dat u mevrouw De Bruin hebt vermoord? Nee, het is euthanasie. Dit was een duidelijk geval van de euthanasie. Oh, het gaat om euthanasie. Dat maakt de zaak natuurlijk een stuk simpeler. Even kijken. Kotsemmer, GD. Hyacintweg 28. En u hebt euthanasie gepleegd op... Dat is op mevrouw Petronella De Bruin, Hyacintweg 9. Want die had geen perspectief meer. Die zat maar de hele dag voor het raam en die had suiker en kwam niet meer buiten en kreeg nooit bezoek. En was bijna doof en zat daar maar en dat sneed door je ziel. En toen heb ik met wat mensen in de straat overlegd. En zodoende heb ik gezegd, ik wil de euthanasie met haar bedrijven. En hoe hebt u dat gedaan? Met de stofzuigerslang. Dus die heb ik uit de eigenlijke zuiger gehaald. En zo twee keer om... En dan bij die nikkelen einde zo trekken tot. Het is geen pretje om te doen, maar het is voor haar eigen bestwil. Was het. Ja, er zijn inderdaad gevallen bij dat je maar beter zegt van... Pst, hè? Ja. En dan wou ik ook gelijk opgeven dat ik de euthanasie heb bedreven met de heer Van der Kamp van de Hyacintweg 14. Die kan er nog wel bij. De heer Van der Kamp. Ja, ook overleden? Ja, dat heb ik gedaan na mevrouw De Bruin. Dus ik heb eerst ben ik van, even denken, van mevrouw De Bruin heb ik mijn handen gewassen. Toen ben ik gegaan naar meneer Van der Kamp. Dus dat is geweest om omstreeks plus min 21.00 uur is dat geweest. Weer met de stofzuigerslang? Nee, dat zou bij meneer Van der Kamp moeilijk zijn gegaan. Dat was een beer van een man, ondanks alles. Dus daar moest helaas de bijl aan te pas komen. Bijl? Maar hij had ook geen perspectief meer voor zijn leven. Concrete doodsverwachting zat voor het raam de hele dag te kijken. Maar hij was blind, dus hij zag niks. En dan kan ik gelijk opgeven nog drie personen van de Hyacintweg 26. Die krijg ik er ook nog wel op. U woont zelf op 28? Ja, daarom. Jaren heb ik dat van nabij meegemaakt. Dat het geen leven was voor die mensen. Dat het eigenlijk helemaal geen zin had. Die man die was weggelopen. Die vrouw die liep gillend door het huis. En die liet alles lopen. En die zoon was dement. En aan de drank. Dus kunt u wel nagaan. En de dochter was een heroïne. Hoort je fijn dat... Doet er nou allemaal niet toe, maar er was dus geen toekomstperspectief voor die mensen. Dus daar heb ik de euthanasie ook mee bedreven. Dus die heeft u alle drie in één keer? Met arsenicum in de pudding. Want mijn vrouw maakte zaterdagavond dan nog wel een lekker puddingje voor ze. Begrijpt u al? Ja. Euthanasie is dan het beste. Die zijn dus in één keer... En alle drie. Dat gaat om de familie Recourt. O-U-R-T. De hele familie Recourt heb ik helaas... de euthanasie mee moeten bedrijven. En als je nou die schutting tussen 28 en 26 weghaalt... dan krijg je een enorme prachtige tuin op het zuiden.
Nu de nucleaire bewapening vermindert, komt er steeds meer vraag aan conventionele wapens. Bommen, meneer de Bie, bommen, alsjeblieft. Geef ons die bommen. Laat ze ons houden tegen de mof, tegen de Rus, tegen de Fries, wie zal het zeggen. Laten wij een verzameling bommen aanleggen, zoals de eekhoorntjes. Die beestjes bukken om te verzamelen, ja. Maar ik weet wel wat ze aan het doen zijn. De explosieve dienst is dolblij dat ze weer eens wat kunnen knallen. Huppakee, daar gaan ze. Had ik er maar eentje, meneer de Bie, had ik er maar eentje.